Heracles TV spelen we dit seizoen de Heracles Quiz. Deelnemers krijgen 5 vragen en kunnen kiezen uit een makkelijke of een moeilijke vraag. Een goed antwoord op een makkelijke vraag levert 1 punt op een moeilijke vraag 3 punten. En zo weten we aan het einde van het seizoen wie over de meeste Heracles-kennis beschikt. We beginnen met de eerste categorie, categorie spelers. Wil je makkelijke of moeilijke vraag? Spelers, doe maar een moeilijke. Welke spits scoorde in 2002 5 keer op bezoek bij Cambuur? Die weet ik, die spits ken ik. Die heb ik in de jeugd nog mee samengewerkt. Bij Twente, dat is Rick Platvoet, denk ik. Goed, eerste 3 punten binnen. Ja, lekker, voelt goed. Goed begin. Tweede categorie is trainers. Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Doe maar een makkelijke. Maakte John Steegman als speler van Heracles meer of minder dan 15 doelpunten? Ik gok minder. Goed. Waren er 11? Ja, lekker. Heerlijk. Goed begin. Volgende categorie is 1903-1980. Historie. Makkelijk of moeilijk? Doe maar makkelijk. In welk jaar werd Heracles opgericht? 1903. Ja, dat is goed. Ja. Het gaat lekker hoor. Ja, zeker. Zeker. Voelt goed. Categorie 1980-1999. Makkelijk of moeilijk? Doe ook maar makkelijk. Hoeveel seizoenen speelde Volkert Velten bij Heracles? 9 seizoenen, denk ik. Fout. Waren er 11. Oh, dan sta ik toch dichtbij, hè? Laatste categorie is 1999 tot nu. Makkelijk of moeilijk? Doe maar moeilijk. Op welke positie eindigde Heracles bij terugkeer in de Eredivisie in het seizoen 2005-2006? 11e? Fout, 13e. Ah, ik had hem in mijn hoofd, echt. Maar ja. Toch een aardig gedaan, middenmoord. Ja, voelt goed. Voor de eerste keer doe ik dit, dus ja, ik ben er blij mee. Heb je gewoon ingelezen, hè? Ja, stiekem wel. Voelt goed, dus we gaan door.